Deze week traint er een nieuw gezicht mee met de eerste selectie van FC Groningen. Het is Ulrik Jensen, de jongere broer van FC Groningen middenvelder Ruben. Ulrik voetbalt bij het Noorse Tromsø, dat op dit moment op trainingskamp is in Turkije. Het land dat het afgelopen jaar werd getroffen door terreuraanslagen. Een aantal spelers heeft daarvan gezegd van nou, wij zouden liever een ander traject willen bewandelen. Dan heb ik gevraagd de Peter op hij met ons trainen kan. FC Groningen reageerde positief op het verzoek en dus traint Ulrik tot medio volgende week mee met de selectie van trainer Ernest Faber. Dat is ook mooi voor mij en ook voor mijn broertje. It's nice to see the family in my my nephews and in Maria as well. So it's very nice to come here. Ja, dat is heel mooi met mij te huis en dan samen trainen en. Yeah, that is mooi for him. Do you like it? Yeah, I like it very much. The team is very good, the level is very good, the tempo is high, so it's a nice experience to come here and check out how they are training. Jensen is na een week trainen onder de indruk geraakt van het niveau van FC Groningen. It's one of the best teams in Holland, so it's nice to come here and check out the level. So it's been a really good experience so far. De 20-jarige Jensen voetbalde de afgelopen 3 seizoenen bij het Franse Lyon en is bekend bij de technische staf van FC Groningen. Zien we hem in de toekomst nog een keer weer in Groningen? We never know in football, but now I'm just here to train because my team is in Turkey, so it's nice to be here. Het leuke daarvan is dat we Ulrik kennen vanaf beelden en wedstrijden. En dat we hem nu eens een keer 1,5 week binnen de poort hebben. Maar nogmaals, het is vooral een verzoek geweest van de club en van de speler zelf.